9 punten voor Roda na de eerste 4 duels van het seizoen. Een prima start met eigenlijk alleen die wedstrijd in Doetinchem op de Vijverberg tegen de Graafschap als uitzondering. Want die wedstrijd verloor Roda met maar liefst 4-0. We zien daar met rugnummer 9 Fabian Serarens. Hij staat voor het eerst sinds hij onder contract staat bij Roda aan de basis, of in de basis, pardon. En u ziet dit, de spelers stellen zich op, want de wedstrijd wordt voorafgegaan door een minuut van stilte. Omdat erelid Henk Driessen, erelid van FC Eindhoven, op 88-jarige leeftijd is overleden. Serarens komt daar nog bijna bal bij de bal en raakt uiteindelijk Bart Biemans, oud-speler van Roda, op een vervelende plek. Biemans is eerder bij de bal. En dan komt hij daar nog voorbij vliegen, Fabian Serarens. Een ervaren centrale verdediger eraf, Biemans, 32. Vervangen door de veel jongere Van den Einden. Roda probeert de tegenstander vast te zetten, maar daar komt Eindhoven goed onderuit. Kijk eens, prima gevoetbald door de ploeg van Brands. En hier is Kai de Roy, nog altijd speler van Eindhoven. Kai de Roy en het doelpunt, als de vlag omlaag blijft, is het raak. Het is raak. Botermans maakt hem. Zo is de wedstrijd helemaal los en staat Eindhoven op 1-0. Absalem. Goed gespeeld. Pfluken. En die zit er ook al in. Zo gaat het ontzettend snel. Het is de keukenkampioen divisie in dit seizoen. En die schreeuw hoort erbij. En is goed te horen in een stadion zonder publiek. Patrick Pfluken met zijn eerste goal in dienst van Roda. Het schot is niet eens zo geweldig. Maar wel buiten bereik van Jonkerman. En 1-1. Je ziet dat Biemans bijna bij de kleedkamer van Eindhoven is aangekomen. Hier is Klaassen. Pfluken. Goede aanwinst is dat voor Roda. Alberg. Mooie goal. Het gaat ontzettend makkelijk allemaal. En het staat 1-2 in de 13e minuut. Pfluken. Perfecte bal. Geen buitenspel voor Alberg. Die simpel controleert. Voor hem is dat simpel. En afdrukt. En zo alweer zijn vierde doelpunt van dit seizoen maakt. Jensen kan zelf door uiteindelijk. Als hij de bal niet krijgt waar hij hem hebben wil. En dan komt er een penalty. Een penalty voor Roda. Na de overtreding van invaller Floor van den Einde. Het ontstaat eigenlijk bij toeval omdat hij hier de bal niet goed raakt. Jensen gaat er langs bij Amavor. En dan is dit een wat merkwaardige ingreep van den Einden. Waarbij de verdediger van Roda toch ook wel tegen de verdediger van Eindhoven aanloopt. En Alberg kan weer gaan scoren. Of kan Jonkerman niet? Alberg, het is raak ook. 1-3. Roda toont de veerkracht en Roda zet door. En dan is het verschil al flink. En dan is Eindhoven in de aanval. Van der Sande. Kai de Roy. Kai de Roy. En van richting veranderd raak. Via Luiks is de spanning terug in het Jan Lauwersstadion. En staat het 2-3. 24 minuten onderweg. 5 goals gezien al. Dat is niet verkeerd voor een doordeweekse avond. Ook Kroeks meldt zich voor die vrije trap. Maar die gaat toch genomen worden door Alberg, zou je zeggen. Het wordt toch Kroeks. En een beste bal bovendien. Dat is een kans zeg voor Jensen. Raakt hem helemaal verkeerd. Luiks. Absalem. Goed gecontroleerd met het hoofd. Absalem. En dan moet het raak zijn. Serarens. Maar daar gaat er niet in. Absalem had het ook zelf af kunnen maken. Pfluken nog. Als er slecht wordt uitverdedigd door Eindhoven. Alberg. Dat is te moeilijk. Maar hier laat Roda een grote kans op de vierde treffer van de avond liggen. Jap Tjong, goede actie. Van der Sande. Van
Van der Sande, hardwerkend. Jensen kopt weg. Goppel kan gaan rennen. En als hij eenmaal op snelheid is, is hij echt niet af te stoppen. Tijmen Goppel, goede actie al. Kroeks. Alberg is mee. Kroeks doet het zelf. En dat scheelt niet veel. Redding Jonkerman. En alsnog geel. Voor Van Kleef. Scheidsrechter past er weliswaar de voordeelregel toe. Maar komt alsnog met geel. Kroeks. Klaassen. Lekker schot, Klaassen. Ook een prima redding hoor van Tom Jonkerman. Die wel geblesseerd raakt bij die redding. Eerste keeper Ruud Swinkels al geblesseerd. En nu Jonkerman in de problemen. Na deze redding. Die heel goed is. Maar dan komt hij ongelukkig terecht. Mooi schot was het van Klaassen. De laatste minuten van de wedstrijd. Maar Roda geeft al een hele tijd niets cadeau. En echt kansen creëren lukt Eindhoven niet. Misschien nu. Pozo is er langs. Pozo krijgt een duw. Maar scoort wel. Hoe is het mogelijk dat die bal erin gaat? Het staat 3-3 in de 89ste minuut. Kijk daar de woede bij Streppel. En die is begrijpelijk ook. Want dit mag nooit gebeuren. Hier krijgt hij de bal. Iker Pozo. En dan doet eigenlijk niemand wat. Ja, een klein duwtje van Vossenbelt. De bal nog aangeraakt door Absalem. Maar deze moet Rouleau toch ook hebben. En zo eindigt het op deze dinsdagavond tussen Eindhoven en Roda in 3-3. En zo verspeelt Roda hier vanavond totaal onnodig. Hele dure punten in het Jan Lauwersstadion.